What up mensen. Ik sta hier voor de Amsterdam Arena. Ja, nu denken jullie natuurlijk, waarom staat hij voor de Amsterdam Arena? En dat is omdat er vandaag een heel belangrijk evenement gaande is. De Johan Cruijff 14K run. Dit is een run van 14 kilometer. Georganiseerd ter nagedachtenis van Johan Cruijff. Naast de route van 14 kilometer is er ook een route van 5 kilometer, maar ook een kids run, 1,4 kilometer. En die is georganiseerd door de studenten van de JCA, Johan Cruijff Academie, van de HvA. Wat ik dus ga doen, ik ga even checken hoe het er allemaal uitziet. Ik ga even bij de kidsrun kijken. Na afloop ga ik even kijken of er wat kids naar mij willen praten. Dan gaan we ze wat vragen stellen. En dan zie ik jullie zo. De 1,4 kilometer is er nu aan het rennen. Ik heb ondertussen even een pershesje opgehaald, want die had ik net nog niet. Oh, daar lopen de kids. Wow, zijn ze er nu al? Nu al zo snel? Oh, dan moet ik echt opschieten. Daar lopen ze. De kids zijn net klaar met rennen en ik zit hier met... Max. Ik zit hier met Max en Max is hoeveel jaar oud ben jij? 8. 8 jaar. En Max heeft net gerend. Mats. Ik zit hier naast Mats en Mats is hoeveel jaar oud? 9. En ik zit hier met? Lise. Met Lise. En Lise is hoeveel jaar oud? 7. En met wie heb je dat gerend? Met mijn nichtje Emily. Ja. Met je nichtje Emily? Ja. Die zit hier naast mij. Zal ik even de camera draaien? En daar is Emily. Je bent net klaar met het rennen. Wat vond je daar nou van? Wat vond je van het rennen? Heel leuk en ook vermoeiend. Heel zwaar. Heel zwaar? Leuk. Vond je het leuk? Vond je het ook zwaar? Beetje. Of was het gewoon eigenlijk makkelijk? Nou, niet heel makkelijk. Een beetje makkelijk. Even concentreren. Chess. Met chess. En chess is hoeveel jaar oud? 11. 11 jaar oud al. En wat vond je van het rennen? Nou, heel leuk. Heel leuk? Ja, gewoon gaaf. Gewoon gaaf? Ook niet vermoeiend of zo makkelijk? Nou, dat wel. Wel een beetje? Ja. Wat ik het leukste vond was dat wij nichtjes zijn. Dus oh, dat vond je? Ook een beetje bij elkaar blijven. Ja, dan moet je natuurlijk wel bij elkaar rennen. D. Met D. En hoe oud ben jij, D? 7. 7 jaar oud. Leuk. Leuk? Was het niet moeilijk? Dat ook. Maar hoeveel heb je nou eigenlijk gerend? Weet je dat ook? Hoeveel? 1,4 kilometer. 1,4, heel goed. 1,4 kilometer. Want hoeveel heb je nou eigenlijk gerend? Weet je dat? 1400 meter. 1400 meter. En dan weet je ook hoeveel kilometer dat is? 1,4. Makkelijk, hè? Ja. Makkelijk, joh. Weet je ook waarom je net hebt gerend? Voor de Johan Cruijff Foundation. Johan Cruijff. Precies. En wie was dat? Weet je dat ook? Een voetballer van de Ajax. Oh. Iets over Johan Cruijff of zoiets. Iets over Johan Cruijff. En jij, weet je ook waarom? Om Johan Cruijff over is gereden en hij jarig. Weten jullie ook wie Johan Cruijff was? Nee, ik niet. Dat weet je niet. Weet jij dat wel? Nederlander of... ik weet het niet. Een Nederlander? Ja. Ja? En weet je ook wat voor dag het vandaag is? Waarom je vandaag hebt gerend? Omdat hij op deze dag jarig was. Ja, omdat Johan Cruijff was jarig en hij was vorig jaar overleden. En, voor de Cruijff Foundation en de Ajax Foundation. Dat is een hele bekende voetballer. Een hele bekende voetballer, dat klopt. En waar speelde hij dan? Bij Ajax. Bij Ajax, want waar zitten we nu? In? De Amsterdam Arena. De Amsterdam Arena. Een hele goede bekende voetballer van Ajax. Juist, en daarom zitten we natuurlijk hier in de arena, hè. Dankjewel. Dag. Doei. Doei doei. Willen jullie nog iets zeggen tegen de mensen die naar deze video kijken? Weet jij nog wat? Nee. Weet, doei. Even zwaaien naar de mensen. Doei. Nou, tot de volgende keer. Nou. Tot de volgende keer. Chess zegt het. Bedankt voor het kijken. Doei. Doei. Doei mensen, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. En we zijn weer buiten en we hebben net de kids geïnterviewd. En net achter de camera is net de 5 kilometer run gestart. Dus daar is zo meteen de finish van weer binnen. De kinderen vonden het hartstikke leuk, ik vond het hartstikke leuk. Ik heb de kinderen wel lekker wat vragen gesteld. Even kijken, kan je even hier klikken voor de video van vorige week. En kan je even hier klikken voor de video van gisteren, van Joey. Kan je even hier klikken op de microfoon, nu. De microfoon wordt nu een abonneerknop. Nu op de microfoon klikken om te abonneren. Dan zie ik jullie volgende week weer. Ik hoop dat de anderen die ook voor deze camera komen, die ook hun best hebben gedaan.